moet er alleen nog even de goede spullen in zetten. Nou, er moet dus dat plaatje inkomen van het logo en wat tekst. Dus ik ga even wat inzoomen. Zo. Nou, dat plaatje heb ik al geëxporteerd. Even kijken. Dus dan gaan we die erin zetten. Even zoeken. Jackie Klein heet het volgens mij. Oké. Jackie logo. Refresh. Nou, daar staat hij al. Dat is mooi. En dan vervolgens moet ik dus wat gegevens hieronder intypen. En nu is het zo dat in HTML5, ik weet niet of het een HTML5 element is, ik kan het even checken. Je hebt dus een adres gedeelte. Moet ik even zoeken waar die ergens hier staat. Adres, adres, adres. Ik kan hem wel even zoeken. Adres. Met dubbel D. Misschien. Adres. Ja, address. Nee, het is geen HTML5. Maar wat dat dus doet, is dus ook gewoon een element waarin gewoon staat de adresgegevens. Dus eigenlijk als je dat alweer gebruikt, dan weet die zoekmachine, oh, hey, dit zijn adresgegevens. Dus hartstikke handig. Dat is ook wat het, ja, wat het eigenlijk belichaamt, zullen we maar zeggen, het adres. Dus die gaan we ook gebruiken. Dus ik zet hier een address. Nee, dubbel D. Address element neer. Ik sluit hem af. En daar zet ik dus het volgende neer. Moet ik even knippen en plakken. Zo. En dit plak ik dus hierin. En nu zie je dus dat hier bijvoorbeeld wel witregels tussen zit. Maar het rare is dat, of ja, het rare, het is gewoon alleen maar in code witregels. Dus eigenlijk als je niet aangeeft van oké, er begint een nieuwe regel, dan ziet hij dit dus gewoon als gewoon één lange tekst achter elkaar. Dat zul je ook wel zien als het goed is. Ja, je ziet dus dat hier dus ook alles gewoon achter elkaar is geplakt. Dus je moet ook duidelijk aangeven van oké, ja, dit is dus gewoon niet één lange tekst, maar verschillende regels. Ik maak hier ook trouwens meteen een paragraaf van. Dus die sluit ik hier omheen. En vervolgens moeten we dus die witregels erin hebben staan. Nou, je kunt het op twee manieren doen. Ik zal het eventjes refreshen. Je kunt dus gewoon hier in what you see is what you get ergens gaan staan en dan op enter duwen. Wat je dan krijgt is volgens mij niet het helemaal het gewenste effect. Wat hij nou doet is dus eigenlijk deze paragraaf hier weer afsluiten en een nieuwe paragraaf openen. Dan krijg je dus een gigantische witregel dat tussen staat. Dat komt omdat hij ook standaard gewoon een behoorlijke wit marge boven en onder heeft. Maar tevens is dit ook niet goed, omdat dit eigenlijk gewoon één tekst is. En je wil dat niet in zoveel regels opsplitsen. Hoe krijgen we het dan wel goed voor elkaar? Dus niet op enter drukken. Maar je gaat hier staan. En je doet shift en dan op enter drukken. En je ziet ook meteen het verschil hier. Daar komt dus een BR achter te staan. Nou, die BR, dat is dus, ja, hij heeft een beetje vreemd neergezet. Ik zou hem dus zo typen. Dan open je hem en sluit je hem meteen. Nou, die zet je dus eigenlijk elke keer waar je dus een break line, want dat is eigenlijk ook gewoon de afkorting daarvan. Of een break. Dus die BR's die zorgen ervoor dat die tekst hier, hey, ga weg jij, dat die tekst hier ja, opbreekt in stukken, dat zie je nou ook, hè. Dus dat die netjes, ja, je ziet trouwens wel dat die address, dat die dus, ja, italic is, dat doet hij dus schijnbaar standaard, dit wil ik niet, dit gaan we straks met stijl ook weer aanpassen, nou.
Dan gaan we nog naar het voeternaf gedeelte. En eigenlijk wil ik dan even kijken. Het voeternaf gedeelte is dus weer een kopje. Ja, dat is een kopje. Weer een lijn, dus een HR. En twee navigatieplekken. En de een is links en de andere is rechts. Nou, daar wil ik dus ook meteen dan inrichten. Dus we gaan eerst een kopje maken. En volgens mij, even kijken. Zo, een kopje. H2. En die noem ik sitemap. Even kijken. En dan hebben we die HR weer. En dan hebben we dus twee navigaties. En voor navigatie hebben ze dus ook een element, hè, dat NAV, NAV. En die sluit ik hier. En ik heb er nog één, links en rechts. Dus ik maak er twee aan. NAV. Kijk, en sluit hem weer af. Alleen één moet ik aangeven van, oké, ga jij maar links staan. En de andere zeg ik van, oké, ga jij maar rechts staan. Dus dat gaan we gewoon aangeven. ID, nou, nav left. En nav right. Zo. Even kijken, hebben we hierboven ook een nav element aangemaakt? Ja, dat zie je hierboven helemaal. Naast het logo staat ook een nav. En dat laatste gedeelte was, oh ja, dat nieuws item. Even kijken hoe dat is vormgegeven. Ja, weer een kopje, weer een lijn. Dus ik ga hier weer terug. De nieuwsvoeter. H2. Even kijken. Wat zou ik het gaan noemen? Nieuws gewoon, hè? En even kijken. HR. En dan komt er dus een lijstje van tekst. Even kijken.